jaar zijn er tal van bewonersinitiatieven bij de gebiedscommissie langsgekomen. Ik heb even gekeken en dit jaar zijn er 50 bewonersinitiatieven door de gebiedscommissie goedgekeurd. En er zijn er nog meer ingediend en sommige zitten ook nog gewoon in het proces. Als we dan gaan kijken, dan hebben we als gebiedscommissie het afgelopen jaar voor €325.000 aan bewonersinitiatieven gehonoreerd. En wat leuk is om te weten dat die bewonersinitiatieven op verschillende aspecten gewoon zorgen voor een belangrijke impuls in de wijk. Er zijn initiatieven die zich richten op groen en vergroening. Hoe kunnen we de wijk groener en leefbaarder maken? Er zijn initiatieven gericht om hoe zorgen we ervoor dat mensen uit hun isolement geraken en vooral ouderen. Er zijn initiatieven die zich richten op het zorgen van hoe leggen we sociale verbindingen in de wijk. En dat zorgt ervoor dat we in het begin van het jaar met z'n allen een gebiedsplan hebben opgemaakt met de bewoners in de wijk, met ondernemers en met andere organisaties. En dat was een proces, dat was eigenlijk een soort pressure cooker, een snelkookpan. Dat moest allemaal in een hele korte tijd, volgens een hele strakke format. Maar we zijn als gebiedscommissie zijn we erop uitgetrokken door middel van wijkservaringen. En Tom van Geen heeft daar nog een heel mooi verslag van gemaakt van de wijkservaring in Krooswijk. En voor iedereen die dat nog niet gezien heeft van Krooswijk verteld, kan je dat terugzien. En wat wij als gebiedscommissie gemerkt hebben, is dat het hier af en toe aanvoelt als een soort warm bad. Er zijn gewoon in Kralen en Krooswijk heel veel betrokken inwoners. Heel veel groepen die zich inzetten voor anderen. En dat geeft ons gewoon een heel erg goed gevoel dat we de komende jaren met elkaar er iets moois van kunnen maken. En eigenlijk zou ik ook al in dat warme bad zo meteen willen springen. Ik hoop ook dat dit warme bad er na 1 juni ook nog zal zijn. En zoals jullie weten hebben wij ons daar als gebiedscommissie heel sterk voor gemaakt. En ik ga er nog één iets over zeggen over het Schuttersveld. En dat is het gelijk het laatste wat ik ga zeggen over het Schuttersveld. Zoals jullie weten is er een proces gestart waarbij er gekeken wordt van zijn er kandidaten om dit zwembad verder te exploiteren. Er is verleden week is er nu een soort aanbesteding gestart. Die is nu publiekelijk toegankelijk voor partijen die geïnteresseerd zijn. En wat mij goed doet is dat er ook gevraagd is vanuit de dienst Sport en Cultuur of de gebiedscommissie zitting wil nemen in de beoordelingscommissie. En dat betekent dat het signaal serieus is opgepakt. Dat wij ook aan tafel zitten om te kijken hoe kunnen we die initiatieven beoordelen op het feit dat ze levensvatbaar zijn. En of de belangen van het gebied goed vertegenwoordigd kunnen worden. Alleen dat betekent één ding, dat vanaf nu ik ga inzitten en verder niks meer over kan zeggen. Dat betekent natuurlijk niet dat jullie andere gebiedscommissieleden kunnen benaderen. En dat is denk ik het belangrijkste, dat we gewoon met elkaar ervoor zorgen dat dit een wijk is in Kralingen en Krooswijk. Waar mensen ook langer willen blijven wonen en waar we op een gegeven moment ook gewoon met elkaar iets moois van maken. En als ik dan om me heen kijk en zie je gewoon op het fysieke gebied wat er gebeurt in Krooswijk, bij Nieuw Krooswijk, wat er gebeurt rondom de Paradijshof, maar ook zometeen wat de plannen zijn met het Schutterskwartier. Als ik ga kijken dat we bezig zijn met de nieuwe Rudolf Steiner collectie, dat we bezig zijn om te kijken wat kan er gebeuren op de Tamboerlocatie met betrekking tot de nieuwe winkelcentrum en wat kunnen we verder nog in deze wijk doen. Als je dan kijkt naar Kralingen, je kijkt naar de Palestinastraat, je kijkt naar bestemmend plan Noordelijk Niertje, je kijkt naar de herstructurering van Jaffa, je kijkt naar de Egidiusstraat, dan zijn er ongelooflijk veel ontwikkelingen die de komende tijd op ons afkomen. En daar liggen de kansen en de uitdagingen om te voorkomen tot een wijk met een evenwichtig bewonersbestand, waar het mooi wonen is, waar het leefbaar is. En als je kijkt naar hoe dat hier vertegenwoordigd is, dan heb ik daar alle vertrouwen in. Dan wil ik nog iets zeggen over het Kralingse Bos en het Plas. Dat is een pareltje in onze wijk. En ook daar gaan een aantal ontwikkelingen gebeuren. Ik kreeg toevallig te horen dat en na bijna 10 jaar praten er volgend jaar begonnen gaat worden met de bouw van het strandpaviljoen aan de westelijke kant. Dus ook daar zullen op een gegeven moment impulsen komen om te zorgen dat er wat meer horeca komt, wat meer toezicht op het strandpad en dergelijke. En ik denk dat dat een goede zaak is. En daarom zou ik een toast willen uitbrengen op jullie allemaal. Op jullie als vrijwilligers van deze wijk. En ik wou zeggen, proost op jullie. Op een goed en gezond 2015 en een krachtig Kralingen Krooswijk. Bedankt.
eer om de zonnetjes uit te mogen delen met de commissieleden. De zonnetjes, de vrijwillige prijs, de zonnetjes, werd jaarlijks door de deelgemeente uitgereikt. De gebiedscommissie neemt deze traditie graag over. Alleen komt er wat bij, en dat zijn de bewoners hier. De prijs bestaat uit een oorkom, een geldprijs van 500 euro, waar het de bedoeling van is dat die besteed wordt aan activiteiten op het gebied van vrijwilligerswerk. Om in aanmerking te komen voor een vrijwilligersprijs, spreek ik even op het papiertje, dat was het reglement van de zonnetjes, dient men te voldoen aan de volgende criteria. De vrijwilliger of vrijwillige organisatie dient minimaal 5 jaar actief te zijn. De vrijwilliger of vrijwillige organisatie dient buitengewoon actief te zijn binnen het gebied van Kralingen-Kroost. De activiteiten van de vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie dienen gericht te zijn op aandachtsvelden sport, recreatie, kunst en cultuur. Welzijn, zorg of sociale cohesie in de buurten van het gebied Kralingen-Krooswijk. Een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie kan slechts eenmaal een zonnetje van de gebiedscommissie Kralingen-Krooswijk ontvangen. Ja? En daarom zitten hier nu allemaal professionele vrijwilligers. En ik hoop dat er ook een aantal nieuwe vrijwilligers bij gaan komen de komende tijd. En ik verwacht dat ook zeker, want de samenleving heeft dat gewoon nodig. Het is gewoon een hele moeilijke tijd. En juist die samenleving is afhankelijk van mensen zoals jullie. Dus mijn pet af voor al die mensen die hier zitten met het mooie werk wat ze doen. En een applaus ook voor de mensen die vanavond niet winnen. Die hebben ook gewonnen. Wat kan je als je inzet voor je leven? Mevrouw Visser-Heijkoe gaat het eerste zonnetje inleiden en uitdelen. En ik geef graag de microfoon aan. Dank u wel. Dames en heren, vandaag heb ik het plezier om het eerste zonnetje van de verkiezingscommissie Kralingen-Krooswijk uit te mogen reiken. Stichting Best. Is een samenwerking tussen de heren van het koor, Rotterdamse Dertekoor, en de dames van RBSW, Rotterdamse Vrouwelijke Studentenvereniging, met als doel, en dat is de heren, het leveren van maatschappelijke waarde voor de stad Rotterdam. Dames en heren, het eerste zonnetje vanavond, het eerste zonnetje van de verkiezingscommissie Kralingen-Krooswijk, gaat naar de dames en heren van de Stichting Best. En ik wil jullie van harte feliciteren met jullie activiteit. En ik hoop van harte dat jullie deze geweldige evenementen zullen voortzetten. Want betrokken studenten, dat zijn vast de beste studenten. Om het volgende zonnetje uit te mogen reiken. Dit is aan een groep mensen, dat was te klappen, en niet zomaar een groep mensen, een bijzondere groep mensen. Het is een groep mensen die wat mij betreft ook een voorbeeld is voor de ideale buurtbewoner, buurman en buurvrouw, waar je van op aan kan, iets doet voor je buurt. Maar bovenal ook vaak over de schutting naar andere delen van de wijk kijkt. En daar ook bij betrokken is en mee begaan is. Het is niet zozeer de activiteiten die ze ontplooien als vrijwilligers, maar bovenal ook hun betrokkenheid bij hoe de wijk georganiseerd is, met de lokale politiek, met de stedelijke politiek. Deze wonderbaarlijke chemie zorgt ervoor dat dit een voorbeeld is voor een menig bewonersvereniging. Maar als ik zeg dat, als je kijkt naar de koeweide, hoe keurig het daar georganiseerd is, hoe schoon het daar is. Afgelopen jaar mee mogen doen met de Keep It Clean Day, waar de vrijwilligers met een fanatisme, waar de gemiddelde roodtemper, zal ik maar eventjes zeggen, een puntje aan kan zuigen, de wijk binnenste buiten keert en hem schoonmaakt.
en dat ook structureel doet. Als ik kijk naar het festival van Smartlab Opera, wat een zeer groot succes ook dit jaar was. Waarschijnlijk volgend jaar de hele wijk vanaf gezet dient te worden, want ieder jaar neemt dat alleen maar in omvang toe. Dan neem ik daar mijn petje heel diep vooraf. En deze mensen, ondanks dat het slachthuis inmiddels verdwenen is en er geen koeien meer geslacht worden, weet deze bewonersgroep nog steeds met de scherpe en goede bijl te hakken. Dames en heren, even een applaus de bewonersgroep van het slachthuis. Waar ik met u over wil praten, is een vrijwilligersorganisatie, uiteraard. En deze organisatie helpt mensen met financiële problemen. En die helpt ze om uit die problemen te komen of eruit te blijven. Het is een laagdrempelige voorziening waar bewoners terecht kunnen met al hun vragen. Over toeslagen, verblijfsvergunningen, belasting, studiefinanciering, noem maar op. Vrijwilligers krijgen hier een steeds grotere rol. Bewoners worden meer en meer afhankelijk van vrijwilligers. En vrijwilligersorganisaties zoals deze vervulden altijd al een belangrijke taak, maar die taak die wordt nog steeds belangrijker in de toekomst. Louise en haar team werken op dit moment in Huis de Krooswijk, waar ze 4 ochtenden per week klaarstaan voor hun cliënten. En daarnaast is ons te oren gekomen dat stichting OJA een nieuwe activiteit op stapel heeft staan. Het babyparadijs. En dit wordt dan een servicewinkel waar jonge gezinnen die door de crisis in een armoedespiraal terecht zijn gekomen en moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen, toch de noodzakelijke spullen voor hun kinderen kunnen aanschaffen. De jury van de gebiedscommissie is zeer onder de indruk van het werk van stichting OJA en wil de stichting graag alvast op weg helpen met hun nieuwe initiatief. En daarom wordt stichting OJA dit jaar onderscheiden met een zonnetje. Ja, ik heb eigenlijk maar zelden dat ik denk echt, dit vind ik echt zo verschrikkelijk eigenlijk, heel eng te doen en zo. Maar dit doe je niet zomaar even, want deze mensen zijn zo bijzonder en zo belangrijk voor mij en voor mijn wijk en eigenlijk voor Nederland en heel de wereld. Ja, ik denk altijd van, kijk, zou ik een prijs kunnen uitreiken, dan is deze prijs eigenlijk veel te klein. Maar ja, ik ga natuurlijk niet over de echte grote prijzen. En als ik zeg de K, die staat dan voor mij voor kracht. Als ik zeg de R, die staat voor recht voor z'n raap en lekker Rotterdams. Als ik zeg voor A, dan staat het voor mij voor aardig. En als ik zeg voor nog een A, dan staat het voor mij voor altijd gezellig. En dan zeg ik nog een L tot slot. En dat is voor mij voor liefdevol. En samen vormen deze letters het woord kraal. En dan zeg ik de kraal. Dat is wat ik zojuist heb omschreven. Krachtig, Rotterdams, recht voor z'n raap, aardig, altijd gezellig en liefdevol. Elisabeth, Diana, ja, ik vind het heel moeilijk om dit te doen. Ik ben ontzettend zenuwachtig. Maar voor mij en voor heel veel anderen zijn jullie gewoon zulke bijzondere mensen. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Ik heb het zo mooi mogelijk proberen te doen. Maar ik ben heel bloednerveus. Dus het komt er allemaal niet goed uit. En voordat ik ga huilen, zeg ik jullie, hopelijk zijn jullie een inspiratie voor velen in de strijd tegen kinderarmoede. Want volgens mij is kinderarmoede de grootste bedreiging van onze samenleving. En wat jullie voor mij en voor velen in mijn wijk en om mij heen hebben betekend, dat is in geen woorden uit te drukken. Ik kan het niet zeggen. Ik hou van jullie in het diepste van mijn hart. En dit is het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven heb moeten doen. Ik, ja, nou ja, goed. Laat het een inspiratie zijn.
Dit kan ik aan, tegenwoordig. Je kent je eigen kracht niet. Het juryrapport zegt over dit zonnetje het volgende. Dat hier gaat over een bewonersinitiatief van zeer hoog niveau, wat bestemd is voor iedereen. Het aantal verwachte bezoekers binnen er geen 600, maar ruim 1000. Die een bezoek brachten aan een waar spektakel, wat om een pretpark niet zou misstaan. Het in goede banen leiden deden maar liefst 40 vrijwilligers. En dat was nodig ook, want onder de honderden wachtenden voor de hekken van de ingang bevonden zich gelukkig een klein aantal baldadige jongeren. Die zorgden voor enkele spannende momenten. We hebben het hier dan ook over een zeer eng en spannend bewonersinitiatief met een hoge amusementswaarde. We hebben het hier over Halloween Spooktocht 2014 van wijkorgaan Krooswijk en zijn vrijwilligers. Van harte gefeliciteerd. Tik voor die dit zonnetje. Aan onze gebiedsvoorzitter, het gebied KM Krooswijk gegeven, Rens van Overdam. De eerste boezemvriend, en dat is een hele mooie legpenning, en de hoogste verschijning die we kennen. Die gaat naar iemand die zich graag overal mee bemoeit. Iemand die gelooft in burgerparticipatie. Iemand zonder capuchons. Iemand die zich kenmerkt door eenvoud, maar ook echte betrokkenheid. En dit zijn allemaal dingen die ik opgetekend heb uit gesprek met mensen die deze persoon genomineerd hebben. Het is de gebiedscommissie een groot genoegen de boezemvriend te mogen uitreiken aan de oud-voorzitter van de seniorenraad, mevrouw Ellen van Kuilen van Hoeven. Volgende boezemvriend gaat naar iemand die niet stil kan zitten, die houdt van aanpakken en dingen doen. Iemand met een grote sociale betrokkenheid, iemand die overloopt van ideeën, maar ook iemand met een hart op de tong. Maar ook iemand die houdt van netjes en gestructureerd, iemand die gelooft in hard werken en van iemand afhankelijk te zijn. Bekend bij alle winkeliers rondom de Vlietlaan en het middelpunt. Rond paasoogst is de kerst druk met vaasen, potten en versiering in de weer. Oprichter van buurthuis de Kraal, Elisabeth Dumin. Een goed en gelukkig 19 en gezond geval 2015 en een goede kerst. Namens de hele fietsmissie Kruis Grootweg, die werkt toch een keer.